Familie Bos Heijnen. 2 februari 1951 zijn ze getrouwd en vandaag is dat precies 60 jaar geleden. De familie heeft veel meegemaakt. Ze hebben 5 kinderen gekregen, waarvan er 1 helaas is overleden. Ze hebben 20 kleinkinderen en inmiddels sinds kort zelfs 13 achterkleinkinderen. Ze zijn een heleboel keer verhuisd en ze hebben lang gewoond op de Da Costa-straat, waar meneer Bos koster was van de Petrakerk. Mevrouw Bos heeft altijd gewerkt in huizen bij een gezin en ze hebben nog steeds heel veel plezier met elkaar. Ze maken ook moeilijke dingen mee. Over al die dingen ga ik ze wat vragen stellen. Meneer en mevrouw Bos, 60 jaar geleden getrouwd. Meneer Bos, ja. U wordt even afgeleid, want er komen meer mensen binnen. Maar was het regenachtig of zonnig die trouwdag? Dat was prachtig weer. Ja. Engeltje stilhouden. Hij is nog een beetje streng voor zijn vrouw. Wat heeft u die dag gedaan? Aan me eens mee gekeken. Naar je vrouw? Nou, in het geheel. Er was zoveel mensen waren op de been. Ze dachten dat de burgemeester ging trouwen. Ik had een paar handschoenen aan en een hoedje erbij. Nou, dat was in die tijd heel geen mode. Maar ja, ik had een vrouw of die zou gaan trouwen. En die wou dat hij. Die hield van een beetje chic. Ja, een beetje opscheppen, zei ze. De mooie momenten, meneer Bos, de vakanties, waar ging u naartoe? Overal. Zeg maar. Ja, overal. Wat? Ik ben kreeg een poppegooi, ik zeg alles af en aan. Als het maar waar is. Tot slot, wat is er na 60 jaar nog zo mooi aan elkaar? Ja, dat we elkaar ten voeten zijn en dat we ook elkaar nog gelukkig hebben. Want ik zou mijn eigen dat is menselijke uitspraken, hè. Ik zou mijn eigen geen raad weten, zouden ze zeggen. Zo kijk je nog op me, hoor. En u ook op hem? Ja, natuurlijk. Anders sta ik al lang weg geweest. Geniet nog een poosje van elkaar. Ja. Ali, wat voor ouders hebben jullie gehad? Of nog steeds? Hele lieve ouders. Wel zorgzaam, maar ook heel streng vroeger. Vertel eens, waarin waren ze streng bijvoorbeeld? Nou, echt wel met het geloof. 2 keer naar de kerk, geen broek aan op zondag. Op tijd thuis zijn, anders zat je het volgende weekend binnen. Dus daar waren ze best wel streng in. En als ik zie hoe ze nu met de kleinkinderen omgaan, dan kan er veel meer als dat wij vroeger mochten, hoor. Wat waren bijvoorbeeld dingen die je moeder met je deed toen je jong was? Nou, we gingen vaak met vakantie, net wat ze ook zegt. En dat kwam er net niet zo uit. Waar gingen jullie naartoe? Nou, het eerste jaar toen zijn we naar Putten geweest. Toen kwam mijn broertje nog klein. En tot de nacht zijn we naar Zoutelanden geweest. Dat was in Zeeland. Dat was hartstikke leuk. Maar ook verder weg, begreep ik. Ja. Dus, en daar zijn we jaren geweest. En wat deden jullie op vakantie? Echt bezichtigen of gewoon lekker spelen en uitrusten? Gewoon 's morgens lekker naar, lekker naar de markt. En 's middags gingen we naar gewoon naar het strand. En 's avonds dan gingen wij even wel eens naar de disco. Als ik nu kijk naar ze, hoe is het nu met ze? Ze worden echt oud. Zo het laatste jaar, hè? Tot een jaar of 80 ging alles goed. Mijn vader begint nu echt met zijn gezondheid te kwakkelen. Ze mogen dus ook niet meer naar het buitenland. Vorig jaar moesten we hem uit Duitsland ophalen, omdat hij daar in het ziekenhuis lag. Dus we hebben gezegd alleen Nederland, niet meer naar het buitenland. Ja, de leeftijd gaat zijn parten spelen. Ik bedoel, 82 en 80, ja. Het is toch best wel oud, hè? Maar ze genieten nog steeds van elkaar. Ja, en ze gaan nog steeds een paar keer per jaar op vakantie. Ze hebben nu ook alweer plannen. Dus hij rijdt nog auto. Heeft zoiets van, het is me goed dat ik dat nog kan, hè? Want lopen gaat moeizaam, maar autorijden doet hij nog prima. Alleen je moet hem niet meenemen Amersfoort in, want dat is dan weer te. 60 jaar huwelijk, veel meegemaakt en ze genieten nog steeds van elkaar. Nog steeds. Ze hebben ruim 20 kleinkinderen. Ze hebben 12 achterkleinkinderen, dus... Ik dacht zelfs 13.
Oh, die van Eva tel ik niet mee. Ja. Van mijn eigen dochter, schandalig. Ja. Ja, er komt altijd een bij. Ja, komt, we hebben iets opgemaakt en toen zaten we nog op 12. Maar ondertussen zijn het er 13, want ik heb er ondertussen één bij. Geweldig, geniet lekker met z'n allen, ook nog van jullie ouders. Oké, dank je. Dank je.